Welkom bij Iedereen kan haken. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog, het abonneren, het zijn er zoveel. Vragen kan je onder de video stellen, heel graag zelfs, dan kan ik ze beantwoorden. We gaan vandaag een omslagdoek haken, een hele lekkere, zachte, met de Julia wol. En ik ga je zo vertellen wat je allemaal nodig hebt. Het is echt heel leuk patroon. Het is een driehoek omslagdoek en je begint aan de onderkant. En ik ga het heel rustig uitleggen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen met het haken van de omslagdoek Julia. Ik heb het patroon ook uitgeschreven en zoals je ziet, ik zal het even erbij pakken. Ik heb er ook een diagram van, maar doordat ik dikke wol heb gebruikt, heb ik enige aanpassingen gedaan. En ik heb ook een paar proeflapjes gemaakt en dan zie je ook een beetje hoe het eruit kan zien met een andere haaknaald. Deze heb ik op haaknaald nummer 10 gehaakt en nog vond ik hem iets te vast. En deze heb ik op haaknaald nummer 8 gehaakt. En daar was ik ook niet blij mee, tenminste niet helemaal. Kijk, en hier zie je nog dat die lussen, die tussenlussen, die heb ik te veel gedaan toen. Maar ik heb het veranderd en ik zal even de omslagdoek erbij pakken. Zie je? Dat nu dus alles in een heel mooi, ja je kan het zo niet helemaal zien, maar ik vind het een echt een hele mooie patroon. Zo kan je het beter zien, zo. Zie je? En het patroon herhaalt zich iedere keer, dus op een gegeven moment heb je door en dan kan je echt hele leuke omslagdoek haken. Ik haal even de haaknaald erbij. Ik heb dus gebruikt haaknaald nummer 12. En dan krijg je, even kijken wat hier een beetje herrie maakt. En dan krijg je ook echt deze, ja, kijken, kan je het zo een beetje nog volgen? Dan krijg je echt het patroon heel mooi te zien. Hij wordt ook heel lekker zacht en wollig. Ja, de kleur komt niet helemaal op het scherm zo goed over. Maar het is dus de Julia van de Zeeman. En ik zal hierachter nog een documentje plaatsen wat je nou precies nodig hebt. En dan gaan we beginnen. Ik zal het heel rustig uitleggen. Ja, ik vind het ook leuk als jullie commentaar of jullie reacties hieronder zetten, wat je wilt weten, of wil je misschien een keer een ander patroontje, of heb je iets te zeggen, dan vind ik altijd leuk om die onder de video als reactie te zien. En dan gaan we gauw beginnen. Tot zo! Ik zal eerst even nog iets vertellen over de Julia wol. Hij kost op dit moment €1,99. En hij heeft een Ecotex merk. En als je weet wat dat is, ja, dan mag je mij vertellen onder de video. Kun je je reactie plaatsen. Hier staat inderdaad, maak eerst een proeflapje. Maar ja, ene haakt los, de ander haakt vast. Ik heb dus haaknaald nummer 12 gebruikt. En hij hoort op wat ze hier zeggen, breien of haken tussen de haaknaald 7 en 8. 30 graden kan je hem wassen. Het is een bol van 100 gram en daar zit 170 meter op. Het is 80% acryl en 20% wol. Ik vind hem heel lekker zacht en ik vind het een hele mooie petrolkleur. En het lotnummer wat ik gebruikt heb is 55
22. Je moet wel opletten dat als je wol gaat halen, dat je dus hetzelfde kleurnummer gebruikt. En dan gaan we beginnen met haaknaald nummer 12. Je hebt ook nog nodig een schaartje en een stopnaaldje voor je draadjes weg te werken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen het label van de wol af te halen. En zo met Julia pak ik gewoon, ja, nooit de binnenkant eigenlijk, gewoon aan de buitenkant. En we beginnen met een opzetlus. En zoals je ziet, dit is het proeflapje. We beginnen onderaan en we beginnen nu met 4 lossen en nog een losse en een stokje in de eerste losse. Daar beginnen we mee. Dus we beginnen lekker rustig. Dat is de eerste toer. Dus je hebt de opzetlus. Je begint met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En nog een losse, dus in totaal 5. Dan gaan we in die eerste opening een stokje maken. En als je je draadje aan naar de onderkant houdt, dan is dit de eerste toer. Daar zijn we dan alweer mee klaar. En dan gaan we nu aan toer 2 beginnen. Tot zo! We beginnen nu aan toer 2. En toer 2 begin je met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan draai je je haakwerk. Zie je? En dan heb je hier die grote opening. En daar zet je 2 stokjes in. Zie je? Dan tellen die eerste 3 lossen, die tellen mee als stokje. En dan heb je dus 1, 2, 3 stokjes. En je sluit de toer met een stokje. En die steek je ook in de opening. En dan heb je zo dit resultaat. Zie je? Als je deze meetelt als een stokje, dan heb je 4 stokjes. En dan was dit toer 2. En dan gaan we nu naar toer 3. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! En dan beginnen we nu aan toer 3 met 3 lossen. En we gaan op elk stokje een stokje zetten. En dan gaan we nog een stokje op een stokje zetten. Dus we gaan meerdere. En dan kom je in totaal op 2, 4, 6, 8 stokjes uit. Dus toer 3 begin je met 3 lossen en een stokje weer in dezelfde. Maar we gaan gewoon beginnen. Dus we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan keer je weer je werk. Je draait je werk om als een blaadje. En dan ga je eigenlijk op elk stokje een stokje zetten. Maar je maakt een meerdering, dus van 4 maak je er 8. Dus op die eerste hier steek je in en maak je een stokje. Dan op het volgende stokje, hier moet je 2 stokjes inzetten. En op het volgende stokje ook weer 2 stokjes. Twee.
En dan ga je in die laatste opening ga je ook 2 stokjes zetten. Dan kom je op totaal 2, 4, 6, 8 stokjes uit. Eén. Twee. Zie je? Toer 3 kom je op 8 stokjes uit. 2, 4, 6, 8. Dan zit je werk er zo uit. En dan zie ik je zo weer terug. Dan gaan we toer 4 doen. Tot zo! Dan gaan we nu naar toer 4. En toer 4 ga je ook weer meerdere. En dan ga je weer op elk stokje 2 stokjes zetten. Maar we beginnen nu met toer 4 met 3 lossen. 1, 2, 3. Je keert je werk weer en je zorgt dat je in die eerste een stokje zet. Dan gaan we op elk stokje 2 stokjes zetten. Zie je dat je op elk stokje 2 stokjes zet? En dan zijn we hier op het einde en dan gaan we in die opening 2 stokjes zetten. En dat is het einde van de 4e toer. En dan komen we uit op 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 stokjes. Zie je dat dat iedere keer verdubbelt? En dit was de 4e toer. En dan gaan we naar de 5e toer. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! En dan gaan we nu naar de 5e toer. En de 5e toer begin je met 4 lossen. En dan een stokje in diezelfde. En dan heb je weer lossen en 3 vaste. Maar we gaan gewoon beginnen, rustig aan, stap voor stap. We beginnen met toer 5 met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. We keren het werk. En toer 5 zetten we een stokje in de eerste opening. Dan gaan we 1 losse maken en dan slaan we even tellen 4 steken over. En deze tel je mee: 1, 2, 3, 4. En in die 5e, dus je slaat 1, 2, 3 steken over, maar in principe zijn het er 4, dus 1, 2, 3 steken sla je over. En dan in die 4e steek, dus 1, 2, 3 sla je over. In de 4e steek, hier zet je een vaste en in de volgende vaste en op de daarop volgende vaste. Dus je zet 3 vaste, in elke steek een vaste. 1 vaste, in de volgende steek een vaste. En in de volgende steek een vaste. Dan gaan we
2 steken overslaan en we maken 2 losse. 1, 2. We slaan 1, 2 steken over en we maken weer op elke steek een vaste. En dat doen we 3 keer. Dus 1 vaste, tweede vaste en de derde vaste. Dan gaan we 1 losse maken. 1 losse. En dan doen we weer hetzelfde als eigenlijk in het begin hier. Een stokje, een losse. En dan gaan we wel een stokje doen, want het eindigt altijd met een stokje. Dus we hebben hier 1, 2, 3 vaste gedaan en een losse. En dan gaan we op het einde hier, dus dan 1, 2, 3 sla je weer over. Hier gaan we een stokje inzetten in die laatste opening van toer 5. Een stokje, een losse en een stokje. En dan komt zo toer 5 eruit te zien. Zie je dat je dan die waaier heb je eigenlijk klaar, maar toer 5 is 4 losse, een stokje, een losse, 3 vaste, 2 losse, 3 vaste, 1 losse, een stokje, een losse en een stokje. En dan gaan we nu naar toer 6 en dan zie ik je zo terug bij toer 6. Tot zo! Dan gaan we nu naar toer 6 met 3 lossen en ja, verder leg ik het onder het haken uit. Dus toer 6 begin je met 3 lossen. 1, 2, 3. Je keert je werk en we gaan 2 stokjes in deze opening zetten. Meteen in de eerste opening zetten we 2 stokjes. Dan gaan we op dit stokje een stokje zetten. Dan 1 losse. En dan zie je dat je hier die 3 steken hebt, die 3 vaste. Dan sla je 1 vaste over. En dan ga je in die, dus deze sla je over. In die volgende ga je een vaste zetten. En de eropvolgende ga je een vaste zetten. Dan weer 2 losse. 1, 2. En dan ga je in de eerste 2 hier een vaste zetten en sla je die over. Dus je maakt in de eerste een vaste. In de tweede een vaste. En dan maak je weer een losse. En dan ga je op dit stokje weer een stokje zetten, 2 stokjes en eigenlijk nee 3 stokjes dan in die opening. Dus je zet een stokje op dit stokje, en we gaan 3 stokjes in die laatste opening zetten. Zie je? En dit was de 6e toer. En de volgende toeren ga ik in een volgende video uitleggen. Dus ik zou zeggen, hartelijk dank voor het kijken. Graag de duimpjes omhoog, abonneren. En tot de volgende video. En dan laat ik je de overige toeren zien. En ja, en dan wordt het gewoon heel leuk en overzichtelijk. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Tot ziens!